Sowieso ontploft op dit moment het hele zorgsysteem. Te veel kinderen die zorg nodig hebben en niet kunnen krijgen. Mentale zorg. Ja, ook onder andere mentale zorg. En is niet te bieden, die zorg. Want er zijn immense wachtlijsten. Op de basisschool moeten kindjes handen in de lucht steken van mijn papa en mama zijn gevaccineerd of niet. En die kinderen krijgen dan ook te horen dat zij slechte opvoeding hebben gehad. En als zij de prik mogen halen, dat ze dat moeten doen omdat ze hun verantwoordelijkheden moeten nemen. Zelfs kinderen van 5. Ik ben hier echt stil van. Kinderen van 5 zitten in groep 2. Alles is overboord gegooid. Ook privacywet. We waren heel erg gesteld op de privacywet. En op scholen werd dat heel erg nageleefd. En opeens wordt alles overboord gegooid vanwege een virus. Welkom allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van Next. Ik heb hier vandaag een hele speciale gast weer zitten. Willemijn van Brenk, welkom. Dank je. Willemijn is docent aan een school in Emmen en Willemijn spreekt zich uit over de huidige situatie op de scholen en ook hoe het gesteld is met de gezondheid van de kinderen. En dat doet ze vooral op TikTok, dus we hebben ook weer een TikToker hier zitten. Nou Willemijn, misschien dat je iets over jezelf kan vertellen. Ja, ik ben Willemijn van Brenk, 27 jaar. Ik woon in Nieuw-Amsterdam. Mm-hmm. Klinkt heel westers, maar het ligt toch echt in Drenthe. En ik werk inderdaad op een middelbare school in Emmen. Ik ben tevens TikTok-docent, dus ik ben actief op social media. Ja, leuk. Ja, want dat is ook waar velen je van zullen kennen. Ja. De TikTok-juf, als het ware. Ja. Waarbij je dus veel leuke video's maakt voor kinderen, ook in de klas ook vaak. Ja. En dit mag ook op school. Dat vinden ze ook goed dat jij TikTok-filmpjes maakt. Ja. Ja, ik heb dit wel overlegd hoor, met de directie, maar het mag inderdaad. Ja. Kinderen komen niet fysiek in beeld, alleen hun stemmen. En ik laat achternamen sowieso gewoon altijd achterwege. Ja, precies. Dus privacy-technisch is dit akkoord. Nou, leuk dat je dat doet. Ja. Nu ben ik natuurlijk getipt door iemand en heb ik jouw video's gezien. En heb je je ook kritisch uitgelaten over de huidige situatie in de wereld. En dan met name over hoe het nu op scholen gaat. Ja. En ik ben daar best wel van geschrokken. Nou, dat doet wel veel met mij. Het zijn natuurlijk kinderen. En kinderen zouden eigenlijk in deze situatie die er nu heerst rondom corona zoveel mogelijk met rust gelaten moeten worden, als je het mij vraagt. Maar dat gebeurt dus eigenlijk niet. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Ja, ik heb inderdaad berichtjes online ontvangen van kinderen. En die zijn dus woonachtig in heel Nederland. En zij zijn in paniek inderdaad. Zij wordt openlijk in de klas gevraagd. Wie is er wel gevaccineerd, wie niet? Moeten ze de vingers opsteken? Dan wordt er dus aan het publiek dat gevraagd. En het is gelijk voor de hele klas duidelijk wie er wel een prikje heeft gehaald en wie niet. Vervolgens komt daar wel eens een gesprek uit waarin de docent dus aangeeft dat kinderen hun verantwoordelijkheden moeten nemen. Dat kinderen slecht opgevoed zijn als ze de prik niet hebben gehaald. Zo. Heftig. Ja, maar ook door andere medewerkers op school wordt heel veel naar de mondkapjes gevraagd. Hè, van waarom heb je een mondkapje niet op? Als kinderen dan aangeven, ik heb een medische reden, dan vragen medewerkers daarnaar. Maar dat mogen ze helemaal niet doen. Nee. Dus ze worden publiekelijk vernederd in de klas. Soms ook gewoon in de kantine bijvoorbeeld, waar anderen bij zijn. En ze worden geschoffeerd. Nou, ik vind het heel triest. Ja. Ik vind het triest dat het in een land als Nederland gebeurt. Ja. Het is wettelijk verboden. Juist. Om kinderen te vragen naar hun medische situatie. Ja. Waarom denk jij dat docenten dit doen? Enerzijds heerst er angst bij collega's van mij. Hè, dus collega's is dan alle lesgevende onderwijzers in Nederland. Er is angst enerzijds. Anderzijds zijn zij ervan overtuigd dat het prikje de uitweg is uit deze crisis. En ja, de crisis, ik zie het inmiddels niet meer als crisis. In ieder geval geen medische crisis meer. Mm-hmm. Zij zien het als uitweg. En zij zijn ervan overtuigd dat dit moet gebeuren. Ja. Zij vinden dat de kinderen dus wel dat medisch schild moeten gaan vormen. Terwijl dat niet waar is. Er is wereldwijd geen enkele zaak bekend van een besmetting van leerling op leerkracht. Dus ik weet niet waar de leerkrachten zo bang voor zijn. Ik begrijp het niet. Maar er heerst veel angst. Maar ook gewoon, ze zijn overtuigd van het idee dat dit de uitweg gaat zijn. Ja, en hoe kijk jij hier zelf tegenaan, tegen de huidige situatie? Hoe het nu in het onderwijs gaat? Ja, ik vind het walgelijk. Ik zie het effect.
het effect op de kinderen. Ik zie dat ze zich vernederd voelen. Ze zijn verdrietig, ze voelen zich alleen. Ze worden vermeden door leeftijdsgenoten. Klasgenoten willen niet meer naast ze zitten. Eigenlijk, als ik even terugkom op mijn basisschooltijd of op mijn middelbare schooltijd, waar ontzettend op gehamerd werd, is om elkaar te respecteren, elkaar met rust te laten, om elkaar te waarderen. Maar nu lijkt deze wereldsituatie eigenlijk, die gecreëerd is, dusdanig effect te hebben op de toestand op de scholen, dat compleet genegeerd wordt. En dat het juist het tegenovergestelde gebeurt. Alles is overboord gegooid. Ook privacywet. We waren heel erg gesteld op de privacywet. En op scholen werd dat heel erg nageleefd. Dat er niet gevraagd werd naar dingen. Dat kinderen elkaar niet zomaar op de foto mochten zetten. En dan foto precies. online mochten knallen. Daar waren we zo druk mee bezig om die bewustwording te creëren. En opeens wordt alles overboord gegooid vanwege een virus. Een virus dat overigens nergens geïsoleerd is en aangetoond kan worden. Dus ik begrijp het niet. Ik vind dit ook heel kwalijk. Want die kinderen zijn onze toekomst. Zij moeten er uiteindelijk voor gaan zorgen dat na ons het land draaiende gehouden wordt. Ja, precies. Ik bedoel, daar leid je ze uiteindelijk voorop. Hè? Juist, ja. En wij leren kinderen dat ze moeten luisteren naar gezag. Akkoord, tuurlijk. We hebben allemaal met een meerdere te maken. Ja. Zelfs mensen die werkgever willen worden, een eigen bedrijf willen starten, hebben ook te maken met gezag daarboven. Ja. Maar dat betekent niet dat we ze nu moeten onderwerpen aan zo'n systeem. Weet je, ze hebben een afhankelijkheidspositie ten opzichte van ons. Ze zijn getraind om onze vragen te beantwoorden. Ze voelen ook die plicht om dat te doen. Ja. Maar het is tevens hun recht om te zeggen, nee, hier heb je niks mee te maken. En denk jij dat deze kinderen het beseffen dat zij ook nee kunnen zeggen? Nee. Want dat is iets wat ik veel zie, hè? Dat deze kinderen nu eigenlijk, over het algemeen, dat de jeugd nu zo wordt geprogrammeerd, dat ze geen nee meer durven zeggen. Ze moeten alles blootgeven. Dat wordt in ieder geval van ze gevraagd, dat wordt verlangd. Maar kinderen die het wel weten, die durven het nog niet. En ik voel dat, want ik voel al de behoefte om te reageren. Ja. Niet omdat ik dat wil, maar je voelt die op de een of andere manier de plicht om te reageren op iemands vraag. Het is gewoon de menselijke drang. Juist. Ja. Ik vind het al lastig om te zeggen, gaat je geen zak aan? Hoe voelt een kind van 12, 13, 14 of zelfs 8 zich? Ja. Kinderen van 5 tot ik heb nu 5 tot 9 gehoord. Ja. Nou, 5 tot 10 zelfs misschien wel. Dat er gevraagd naar de prik is van ouders. Werkelijk? Ja, op de basisschool. Nee, moeten kindjes handen in de lucht steken van mijn papa en mama zijn gevaccineerd of niet. En die kinderen krijgen dan ook te horen dat zij slechte opvoeding hebben gehad. En als zij de prik mogen halen, dat ze dat moeten doen omdat ze hun verantwoordelijkheden moeten nemen. Zelfs kinderen van 5. Ik ben hier echt stil van. Kinderen van 5 zitten in groep 2 misschien. Dan denk ik, hoe? Zo. Ja. Dat kan toch niet, joh? Nee, ik vind begrijp het echt ik heel ook bizar. Niet. Ja. Maar wat denk je dat er nu moet gebeuren? Waar kunnen wij mee helpen, als het ware? Wat moeten we nu gebeuren zodat dit stopt? Dat die docenten bij zichzelf na gaan denken, dat de leerkrachten, maar ook de ouders bij zichzelf nadenken van, wij moeten die kinderen met rust gaan laten. Dat besef moet terugkomen. Hè? Ja. Dat wij gewoon ons te houden hebben aan die privacywet. Maar ja, die gaat veranderen. Ze zijn wetten aan het veranderen, dus het wordt ook moeilijker. Straks is het alsnog oké om het te doen. Ja. Maar we moeten weer terug naar dat gevoel dat we de kinderen inderdaad enerzijds horen te beschermen. En aan de andere kant moeten we ze ook weerbaar maken. Wij moeten ze leren dat ze kritisch mogen denken. Ja, dat zij dingen ter discussie mogen stellen. En dat breken we nu af. We hebben straks heel volgzame kinderen. Ja, het systeem is in principe nu zo gemaakt om kinderen slim te maken door ze als het ware informatie te laten opslaan, maar niet om daar werkelijk wat mee te doen en om de kritische vragen op te stellen. Juist. Dus veel kinderen en veel jongeren kunnen goed leren, maar kunnen niet zelf nadenken. Nee, dat wordt afgebroken inderdaad. Maar ik heb een gesprek gehad onder andere met Frank Stademan en jurist, gepensioneerd jurist. Ja. Frank Stademan is ook een bekende bij Café Weltschmidt. Ja, hij gaf aan dat ouders de veld tegenin mogen gaan. En uiteindelijk het is een morele plicht. Nou en onderwijsinspectie inlichten dat dit gebeurt. Want dit is op dit moment wettelijk gezien niet oké. Nee, dat is het zeker niet. Maar denk jij dat onderwijsinspectie daar wat mee gaat doen? Ik hoop het. Ik ben bang
dat dat ook weer in de doofpot gestopt wordt. Ja, net zoals met vele zaken. Ja. Ja. Nu heb ik zelf iets vernomen van een social credit systeem op scholen. En, veel kijkers van Weltschmerz en veel mensen in het algemeen zijn zich al bewust van een dergelijk systeem in China. Mm-hmm. Waarbij mensen dus aan de hand van hun gedrag worden getoetst of ze zich, of ze zich wel of niet goed gedragen. En aan de hand daarvan of ze punten krijgen. Ja. Dus aan bepaalde deelname in de maatschappij wel kunnen deelnemen of niet. En dat er dus nu op scholen punten wordt gegeven aan kinderen. Dus dat ze met een puntensysteem werken. Waarbij ze dus punten krijgen wanneer ze een mondkapje dragen. En dat wanneer ze geen mondkapje dragen, dat er dus punten van afgaan. Schandelijk. Ja, dit vind ik echt schandelijk. Ja. En dit is totale conditionering voor een gehoorzame maatschappij. Ja. Waarbij dus kinderen volledig gehoorzamen aan een autoriteit. Ja. Zonder daar vragen over te stellen. Omdat ze eigenlijk bang worden gemaakt met een bepaald... Nou ja, ik heb weinig punten. Dan kom je ook weer terug op het stukje dat die kinderen dan van andere leerlingen te horen krijgen. Van, oh, ik heb 8 punten. En oh, maar ik heb er maar 2, want ik draag mijn mondkap niet. Ja. Dus ook weer een tweedeling en een volledige uitsluiting. Ja. Ja, ik vind dit echt heel bizar. Vind ik ook walgelijk dat dit überhaupt nu op dit moment dus mag gebeuren in ons eigen land. Ja, dat is ongelooflijk. Nog niks over gehoord hoor. Nu is het de eerste keer dat ik heb dat van meerdere mensen gehoord. Naar aanleiding van de video die ik met Sarah Dol heb gemaakt. Ja. Kreeg ik ook wat berichten hier en daar. En zo heb ik dat van meerdere mensen gehoord. Maar ook inderdaad dat het erg slecht gesteld is momenteel met de gezondheid, mentale gezondheid van veel kinderen. Ja. Weet jij daar ook wat van? Nou, sowieso ontploft op dit moment het hele zorgsysteem. Te veel kinderen die zorg nodig hebben en niet kunnen krijgen. Mentale zorg. Ja, ook onder andere mentale zorg. En is niet te bieden, die zorg. Want er zijn immense wachtlijsten. Ja. Ik heb kinderen online gehoord die mij dat sturen, dat ze hulp nodig hebben. Die heb ik ook aangegeven dat zij contact moeten zoeken met in ieder geval de huisarts. Mm-hmm. Om de juiste hulp te krijgen, die kan ik niet bieden op afstand. Daar ben ik niet bevoegd voor. En wat voor problemen komen ze bij jou? Depressiviteit, echt. Is dit maar, zie je dit veel nu? Ja, heel veel. Kinderen die zich uitgesloten voelen. En ze worden buitengesloten, ze worden vernederd. Ze krijgen echt dat gevoel van, oké, ik ben dus niks waard. En misschien moet ik toch dat prikje gaan halen om er weer bij te horen. En ik vind het heel raar dat wij een medische keuze moeten maken op basis van maatschappelijke afwegingen en sociale afwegingen. Zeker. Zou nooit mogen. Dus ik begrijp die kinderen. Zij zitten in een andere leeftijdscategorie dan ik. Zij voelen zich ook eerder dan gedwongen om dit te gaan doen, om erbij te horen. En kinderen op die leeftijd willen erbij horen, hebben de behoefte om erbij te horen. Zeker kinderen in de puberteit, die willen alles behalve uitgesloten worden. Zij zoeken bevestiging, tuurlijk. Vooral bij leeftijdsgenoten. En als zij dan niet meer mee mogen draaien in dat systeem, en hun vrienden, vriendinnen zeggen eerlijk, nee, jij mag niet meer mee, want jij haalt je prikje niet, dus wij willen jou er niet meer bij, dat gebeurt. Wow. Op heel brute wijze. Kinderen gaan twijfelen aan zichzelf. Hun identiteit is nog niet ontwikkeld. Dat duurt minimaal tot je 25ste. Zij zitten in zo'n wankele positie op dat moment. Dus het is te begrijpen waar dit gevoel van die kinderen vandaan komt. Het is alleen niet meer oké. En ik vind er is een verschil tussen verklaren en rechtvaardigen. Wij kunnen verklaren waarom hun vrienden, vriendinnen, familieleden of docenten dit doen. Het is te verklaren. Waar komt het vandaan? Waarom doen zij dat? Maar het is niet te rechtvaardigen. Want ik vind niet dat we dit goed moeten gaan praten, dat die uitsluiting gewoon gebeurt. Ik kan me enigszins voorstellen dat wanneer een docent werkelijk in de prik gelooft en ook werkelijk ook het beste voor zijn kinderen, voor zijn of haar leerlingen wil, dan ook vraagt of zij of hij of zij gevaccineerd zijn, juist met het oog om te stimuleren, om die kinderen wellicht zich te laten prikken. Maar daarbij wordt inderdaad wel flinke privacy geschonden. En vergeten zij, denk ik, hoe die kinderen zich voelen. Ja. En wat die kinderen meemaken op het moment dat je ze eigenlijk voor paal zet in de klas, wanneer je dat vraagt. Ja. Het is echt verschrikkelijk. Wordt vergeten. Ja. En sommige collega's van mij dan, collega's hier in Nederland, die zeggen, ja, maar ik ben geïnteresseerd. Ik wil graag een dialoog aangaan. Dan zouden ze toch één op één kunnen vragen? Nou ja, inderdaad. En niet publiekelijk vernederen. Ja. Want dat is het voor die kinderen. Precies. Dus ze worden gewoon aan de schandpaal genageld. Ja, precies. Dan worden ze aan de schandpaal genageld. Ja. En elke docent
weet precies hoe dat werkt. Ja. Anders ben je geen docent. Nee. Als je dat niet begrijpt, dan ben je geen docent. Juist. Dus ze weten wat dat betreft ook wel heel goed wat ze doen. Het zou moeten, ja. Ja. Inderdaad. Maar ja, wat je zegt, het is ergens te verklaren waar dit vandaan komt. Maar ik wil dit niet gaan rechtvaardigen. Ik wil dit niet als oké gaan beschouwen. We weten waar het vandaan komt, waarom die docenten dat vragen en andere medewerkers. Maar ik ga niet zeggen, oh, dan is het oké. Nee, het is niet oké. Wat je argument ook is, wat je beweegreden ook is. Het is niet te rechtvaardigen waarom dit gebeurt. En ik vind dat dit ook gewoon acuut moet stoppen. Ja. Kinderen niet meer in die positie brengen, want het is echt heel erg hoe zij zich voelen. Ja, het doet mij ook pijn als ik het hoor. Ja, mij ook. Ja, heel erg. Zeker weten. Ja. Heb jij dan ook een boodschap voor kinderen die, in het algemeen een boodschap voor kinderen die hiermee te maken krijgen? Nou ja, verbinden. Dat is het woord van nu, hè. In ieder geval voor zeker. Mensen als jij en ik. Verbinden, weet je, zoek elkaar op. Er zijn veel meer kinderen die niet geprikt en veel meer zijn. En ook heel veel docenten en heel veel meesters die zo denken. Juist, hè? Alleen de docenten die niet voor dit beleid zijn, durven bijna niet meer te spreken. Omdat dit in onderwijsland, in de onderwijscultuur niet geaccepteerd wordt. In ieder geval niet gedragen wordt. Hoe wordt daarmee omgegaan in scholen? Met een docent die anders denkt? Nou ja, wat ik hoor, want ik heb wat collega's gesproken uit alle uithoeken hoor. Ja. Ze kwamen overal vandaan en die gaven aan dat zij dus ook vermeden worden op school. Vermeden? Ja, dat collega's niet meer bij ze willen zitten. Ze worden behandeld als paria. Ja. Zij zijn de tumor van de school. Weet je, zo op die manier wordt er gesproken tegen ze. Terwijl ik vind, onderwijs hoort representatief te zijn voor onze samenleving. En alle geluiden. Zijn openbare instituten. Juist. Toegankelijk voor iedereen. Juist. Dus waar iedereen ook geaccepteerd moet worden, zoals hij of zij is. Ongeacht geloof, ongeacht overtuiging, noem maar op. Ja. Hè? Nou ja, dat is artikel 1 van de Nederlandse grondwet, geloof ik. Die wordt massaal geschonden. Massaal. Erg jammer. Ja, inderdaad. Heb jij wellicht nog een tip voor ouders die van kinderen die hiermee te maken krijgen, die te maken krijgen met uitsluiting, of zelfs de ouders zelf? Ja, ik denk dat het voor ouders heel belangrijk is om duidelijk te zijn in wat je wel en niet accepteert. Mm-hmm. En te verwijzen naar de wet die gewoon geldig is in Nederland, hè, die wij nahoren te leven. Ja, de grondwet. De grondwet inderdaad, ja. En ook de kinderrechten. En het is heel erg belangrijk dat ouders beseffen dat zij school daarop mogen aanspreken. Ik heb bijvoorbeeld een moeder gehad die mij aangaf dat een bepaalde docent dit openlijk had gevraagd in de klas van het prikken. Nou ja, dat mag niet. Nee. Toen heb ik die moeder ook geadviseerd om die desbetreffende docent te mailen, maar om in de CC de teamleider en de directie te zetten. Daarin een duidelijke waarschuwing af te geven dat dit niet acceptabel is en dat bij de eerstvolgende melding onderwijsinspectie ingelicht wordt. Ja, precies, want dit mag gewoon niet. Nee, inderdaad. Nee, dus ouders moeten dit echt duidelijk gaan laten blijken dat ze bij de volgende melding echt aan de bel gaan trekken en desnoods aangifte gaan doen. Goed zo. Het mag niet. Nee, vind ik een hele mooie om mee te geven aan de kijkers. Ja. Ik bedank jou voor jouw woorden en jou voor jouw dapperheid dat je je uitspreekt. Als docenten kan dat niet altijd makkelijk zijn. Dus ik vind het ontzettend goed dat je dat doet. Dank je wel. Echt dank je wel daarvoor. Ik denk ook dat veel mensen en veel kijkers hier wat aan hebben. Maar ook vooral heel veel leerlingen en kinderen die hier naar kijken, dat zij hier wat aan hebben. Ik hoop dus, het. Ik hoop het. Misschien nog even, dat je even kunt aangeven waar jij te vinden bent. Waar ze jou kunnen volgen. Of waar ze jou vragen kunnen stellen, mochten ze vragen hebben. Ja, ik sta gewoon op TikTok en Instagram als Willemijn van Brenk. Op TikTok ben ik ook te vinden als mevrouw van Brenk. Okay. Dus daar kunnen ze mij toevoegen. Op TikTok kan ik geen directe berichten ontvangen nee, van mijn volgers. Anders, dat is alleen als je elkaar allebei volgt, zeg maar. Dus mijn vrienden op TikTok. Maar op Instagram kan iedereen mij een berichtje sturen. Dus dat mogen ze ook doen, want ik verzamel die verhalen heel graag. Top, dankjewel. Ja, jij ook bedankt. Dankjewel voor het kijken naar weer een aflevering van Next. Tot de volgende.